Ja, ik praat verder met Griet Coppé van de CD&V. Dag mevrouw Coppé, welkom. Het aantal klachten over de oudere voorzieningen is gestabiliseerd. Hè, blijkt uit het jaarverslag van de zorginspectie. Maar een handvol woonzorgcentra blijft systematisch ondermaats scoren. Ze komen nu onder verhoogd toezicht. Dat is een goede zaak. Dat is een zeer goede zaak. Ik denk dat het vooral de hardleerse instellingen zijn die eigenlijk de sector bezoedelen. En dat kan niet de bedoeling zijn. We willen vooral niet alleen dat er goede zorg is, maar dat de beeldvorming naar oudere voorziening ook positief blijft bij de bevolking. Want als het negatief is, is het onterecht, hoor ik u zeggen? Wel, het zal zeker terecht zijn dat de klachten die er nu zijn op vandaag over de kwaliteit van zorg en ook wel de personeelsomkadering, dat deze nu wel gegrond zijn. Vandaar de bijsturing, dat daar wel moet op gecontroleerd worden. En als het nodig is, dat heeft de minister daar pas ook wel verklaard, dat de erkenning zal worden ingetrokken. Maar hopelijk komt het niet zover. Maar goed, een handvol zaken mag niet een hele sector in discrediet brengen, hoor ik. Absoluut niet. Bent u tevreden over de manier waarop de regering de personeelsomkadering heeft voorzien? U heeft daar een beetje op gealludeerd, hè? Ja, het is zo dat bij de start van deze legislatuur, dit was vroeger een federale bevoegdheid, is volledig naar Vlaanderen gekomen, is er reeds heel veel, zijn er heel vele miljoenen bijkomend geïnvesteerd in woonzorgcentra. Maar u ook kunt naar zeggen, personeel? Ook naar personeel. Ook dit jaar nog eens naar personeel. Maar, en u voelt het ook, als men met de sector spreekt, ze vinden het nog altijd niet voldoende. Ik wou net vragen, u had bloemetjes voor de minister als het ging over personeel. In het begin deze maand heeft een duizendtal mensen uit de sector nog geprotesteerd aan zijn kabinet. Haalden die het dan bij het verkeerde eind? Maar ze hebben niet alleen geprotesteerd vanuit de woonzorgvoorzieningen, ze hebben geprotesteerd vanuit de welzijnsdiensten te koer. Hoe goed dat er meer volk mag bijkomen, was wel duidelijk, hè? Ja, en ik ben er ook wel van overtuigd als ik mensen uit de sector hoor. Ik ben zelf van opleiding verpleegkundige, dus ik weet wel een beetje waarover ik spreek. Dan denk ik dat vooral als men in kwaliteit van zorg wil investeren, daar gaat tijd in. Goede zorg vraagt ook wel wat tijd. En maar goed, nu, de vraag was natuurlijk niet, is er genoeg tijd, is er genoeg volk? Naar de toekomst toe ben ik overtuigd dat er nog meer inzet moet gebeuren van personeelsomkadering. Dus er kan gerust nog een tandje worden bijgestoken. En dat is ook wel de intentie. Als u naar ons programma kijkt. Maar bloemetjes voor de minister dan niet iets te vroeg gekomen? Nee, omdat er nu reeds van 17, 18 en 19 bijkomende middelen zijn geïnvesteerd. Ja. Vooral, en dat is ook de wijziging die gebeurt de laatste jaren, van de licht zwaar zorgbehoevenden naar zware zorgbehoevenden in woonzorgcentra. Daar gaat ook veel meer tijd in. Maar ik hoorde die betogers toen ook zeggen, aan het huidige tempo gaat het nog 10 jaar duren voor we aan het gewenste aantal mensen komen. Wel, ik denk dat men nu waarschijnlijk nog niet altijd ziet dat de middelen er zijn, dat de mensen nog bijkomend moeten aangewerfd worden tenminste. Maar ik ben er wel van overtuigd dat nu de maatregelen die genomen zijn de goede zijn, maar dat er naar de toekomst toe nog meer zal moeten gebeuren. Want de vergrijzing verhoogt. Ja, die komt eraan. Hè. Moeten we het initiatief ook niet nog een beetje meer aan de markt overlaten? We hadden deze week het nieuws dat de Franse groep Colisée Armonea heeft gekocht. En in de commentaarstukken rond die verkoop konden we lezen, het zijn de commerciële spelers die vaak voortrekker zijn geweest als het gaat over automatisering, verbetering van procedures en dergelijke meer. We kunnen daar misschien wel een en ander van leren. Wel, ik denk, en dat is daar pas ook aan bod gekomen van de minister, men kan eigenlijk wel efficiëntiewinst boeken door groter gestructureerd te zijn, maar natuurlijk is organisatorisch wel een uitdaging. En kleinere woonzorgcentra met kleinere raden van besturen kunnen effectief wel meer efficiëntiewinsten halen dan denk ik aan de oprichtingen bijvoorbeeld van zorgbedrijven, waarbij dat reeds grotere entiteiten zijn ontstaan, vooral organisatorisch. En mag het in handen van de privé gelaten worden? Voor mij, als de privé voldoet aan de kwaliteit van zorg, dan mag dit eveneens. Het zal moeten, want het is decretaal vastgelegd. Ja, maar dat mag ook. Ik ondersteun dit ook dat dit kan. Maar we gaan er natuurlijk vanuit dat bij controle en inspectie daar evengoed de goede kwaliteit en de goede zorg wordt aangeboden. Oké, bedankt voor dit gesprek, mevrouw Coppé. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Hier zijn in de loop van de namiddag nog een aantal vragen gesteld. Die gaan we nu zaterdag om 6:00, 7:00 s'avonds uitzenden. Tot dan, dag. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.